boodschappen doen. Uw bestemming bereikt. Hier was het heen, toch? Daar zijn we. We zijn bij de camping in Berdorf. En, een ACSI camping. We staan hier voor 18 euro per nacht. Alles inclusief. Kan ook op de camperplaats, maar die is ietsjes goedkoper. Maar hier is inclusief hond, stroom en alles. Dus we gaan ons even lekker verwennen. Lekker lang douchen. En, het was trouwens nog even een dingetje om hier te komen. Er waren wat bruggen afgesloten. En je kan toch wel wat waterschade zien langs de rivier, zeg maar. Dus ik moest eventjes een ommetje maken, maar Mazzel wil graag naar buiten, die zit te piepen. Maar we gaan hier lekker even 2 dagjes genieten. En jullie gaan meegenieten, hoop ik. Nou, we hebben een plekje gevonden. Nee, niet gevonden. Toegewezen gekregen. We stonden eerst op 103, maar dan stonden we heel erg scheef. En hier staan we lekker. Pas precies. Nou, het is niet heel erg druk op de camping. Kost het niet? 18 euro, ja, dat had ik al verteld. Oh. 18 euro inclusief de hele mikmak. Ja. En daar is het bos. Dus we gaan even een lekker stukje wandelen. Klein stukje van de camping vandaan. We lopen net het bos in. Ah, het is hier zo waanzinnig mooi. Het is echt niet normaal. Kijk, uitzichtpunt. Er staat ook een bordje van iemand die overleden. Die is hier naar beneden gevallen, denk ik. Want het is hier echt heel diep. Het is jammer dat het een beetje heilig is, maar is het hier gaaf. Kom Nelis. We zijn even op zoek naar een geocache. Hij kijkt dan hoe mooi het is. We volgen B2. Is het hier mooi of is het hier niet mooi? Dit in een soort afdaling. Even wachten, want ik moet allerlei dingen tegelijk doen. Kijk eens heen. Waanzinnig. Het
Net of het hier sneeuwt. Echt een bijzonder plekje zo. Mooie bruggen. Ja. We hebben geen gimbal bij ons, dus het beeld schudt een beetje. Maar het schudt ook in het echt. Kijk, deze brug is gemaakt, heb ik gelezen. Omdat je, als het regenseizoen is, dat de wandelroute open kan blijven. We hebben er weer een. We hebben er weer een gevonden. Feestje. Een geocache. Kijk eens jongens. Wat is het hier waanzinnig. Maar dat had ik al gezegd, geloof ik. Nou, gaan we eens kijken hoe we het bos uit kunnen komen. En hoe bevalt het? Goed. Goed. Kijk eens. Oh, wat mooi, hè, hier. Daar ergens, dan moeten we tussendoor omhoog. Ja. Dus we gaan even klauteren. De bergversnelling aanzetten. En dan gaan we even klauteren. Kijken of ik kan filmen, maar ik kan het niet beloven. Nou, Gijsje is erboven. We dachten, zou dat lukken, die trap met die gaatjes, maar... Hij is de eerste die boven is. En hier ga je dan doorheen doen. Hoe noemen ze dat? Sloechten. Wacht hè, vriend. Nee, wacht hè. Kijk, want hier hebben we een T-splitsing. Kijk hier tussendoor. Hoorde wat, hoor je het ook? Of daarheen. Zie je een doolhof? Ja, is er heen? Ja, dat weet niemand. Nee, denk ik, het plateau. Denk ik ook. Hoor je het? Onweer. Onweer. Zal wel niet, maar zo klinkt het wel, ja. Dit is hem tegenvangen in de rotsen. Hier jongen water, er komen allemaal, hoe moet dat weer? Wat zeg je allemaal? Hier is allemaal vochtig. Ik krijg helemaal van die... Stalactieten. Stalactieten. Ja, we gaan weer verder, we gaan er maar tussendoor. Ja. Kom maar, dit wijst door. Zo. Dan blijkt hoe vaak je leukjes kwijt bent. Ik ben net zeg. Hier moet je rijden. Jezus. Oh. Dat is wel makkelijk ook zo'n hond ook. Kijk maar. Ik ga even een beetje filmen. Alles voor de kijkers. Kom maar. Kom. Op. Niet zo. Ja, wel iemand die moeten we een keertje meenemen op deze wandeling. Ja? Twee ken ik er zelfs. Oh ja. Nou, en mijn vader zal die niet meenemen, denk ik. Als ze weten wie we bedoelen, dan moeten ze maar even reageren. Ja. Is niet normaal dit. Weet je gelijk op ze kijken. Ja. Nou, dit is met kinderwagen is het... Is het een aanrader? Maar wel naar beneden. Die komt nooit meer terug. Nee, dat past nooit erdoor. Wel een lang filmpje zo, maar het is wel de, hoe op. Het echt is, zeg maar. En kijk, daar staat hij. Mensenredder. Nou, een klein stukje nog. We zijn weer op de camping. Ik
Kijk, heel gaaf gemaakt. Hier kan je gewoon lekker zitten. Die huisjes zijn ook best geinig. En hier is het bos. Maar ik vind het prima. Kijk, en wat hebben we als ontbijt of als lunch? Heerlijke wafeltjes. Ze zijn in de maak. Sjokkie is goed bezig. Wafeltjes met kaas en gemaakt van? Mascarpone en eieren. En eieren. En een beetje vanillesuiker. Want, waarom dat? Omdat jij aan de lijn bent. En nee, ja ook, maar het is? Koolhydraatarm. Koolhydraatarm en het is echt super lekker. Door de kaas. Nou, het is gewoon super lekker. Ja, de kaas maakt het net even. Die kaas maakt het lekker krokant. Nou, wij gaan even smullen, ontbijten en dan gaan we straks wandelen. De paden op de lanen in. Goedemorgen. Daar staat de Knoosie. Het is niet druk op de camping. We gaan een wandeling maken. Van hoe lang? 1 kilometer. Ik heb geen idee. Kilometer of 5, 6. Maar door de boesboes. Maar we gaan eerst de wandeling gaat eerst richting het dorp. En dan gaan we als het goed is de natuur in. Nou, we gaan het meemaken. We hebben niet zo lekker geslapen. Tenminste. Ik wel. Zij wel. Ik niet. Waarom niet? En waarom niet? Kijk, we staan onder een paar bomen. En dan hoor je heel de nacht plop, 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 plop. Zo deze vroeger de gevangenen tergen met waterdruppels. Een beetje zoiets. De hel was het. We moeten daarheen. Ja, maar die hond moet eerst. Oh, oké. Okay. Goed, we gaan een stukje wandelen en we nemen jullie mee. We zijn in het bruisende centrum van Berdorf. Maar hier is niet veel, loos. Misschien in de zomer, want er zit hier wel een restaurant. En dan leggen de ramen eruit, dus... Wie hier woont? Nee. Burgemeester. Burgemeester, ja. Kerkie. Ja, nog een restaurantje en dingetje, maar dat is allemaal gesloten. Dus misschien in de zomermaanden, maar nu is het redelijk uitgestorven. Maar ja, we komen niet voor de dorpjes, we komen om lekker even in het bos te wandelen. En dat gaan we nu doen. Kijk dat vingertje. Komt me ergens bekend van voor. We zijn bezig met wandeling B5. Kijk dan even in die camera, joh. Oh, hoi. Je zult het andere kant op te kijken. Ja, ik weet nog niet wat jij aan het doen bent. We lopen voorlopig in de weilanden en we willen het bos in. Maar het kan nooit lang meer duren. Je hoort hier gewoon niks. Je hoort het. We zijn in het bos. Ah, prachtig. En ze noemen dit trouwens Klein Zwitserland. Ik wist het even gisteren niet meer, maar het heet dus Klein Zwitserland. En als je naar beneden kijkt, dan begrijp je wel waarom. We gaan even afdalen. Echt waanzinnig mooi. We zitten nu echt onder de rotsen. Hoe dan zo'n boom zich helemaal een weg er doorheen baant. Hè? Super gaaf. Loop. Het is hier echt waanzinnig. Kom, loop, kameraad. Omhoog. We volgen route B5. Het begon eigenlijk niet zo heel erg leuk. Maar het wordt nu wel echt steeds mooier. Nou, door de... Hoe noemen ze dat ding ook weer? Sloegt. Door de sloegt aan gaan. We zijn onderweg naar de preekstoel volgens mij, als ik het goed gelezen heb.
Hier. Hebben ze hier ook. We hebben weer een mooi stukje van de etappe. Dat is een beetje... Kijk dan hoe gaaf, hè. Allemaal op elkaar gestapeld. En dan moeten we tussendoor zien te frommelen. Lopen. Kijk, een mazzel die wil wel naar beneden springen, hoor. En een beetje bukken. Zo. Dus ook het zagen. Ja, zo gaat de route een beetje. Omlaag. En weer omhoog. Ah, het is... Ja, het is mooi. Volgens mij heb ik dat al een keer gezegd. Zal ik er nog een fotootje maken? Hier, de zijkant. Dat is leuk. Zijn we weer. Ik ben nou ergens aangekomen. Ik zit verdomme gewoon klein. Iets meer afvallen, geloof ik. Zo de knetten. Ik weet ook niet waar dit heen gaat. Volgens mij naar de preekstoel. En daar staat 300 meter. Amai. Nee joh. Ah, ik denk, dit gaat niet goed komen. Ik ga even keren, kijk. Oh, wacht. Wacht. Ook hier tussendoor. Oké. Nee joh, kijk dan. Nou, die sla ik even over, denk ik. Ja, ik kan wel, maar ik dacht dan terug ben, is ook verhongerd. We gaan even terug, want dit wordt hem niet. Daar zijn we weer. We hebben een toch iets beter toegankelijke route gevonden. Dus die gaan we eventjes proberen. Man, man, man. Laat ik dit zeggen, als je slechte been bent, moet je niet zijn. Je moet ook wel een aardige conditie hebben. Om hier een beetje rond te banjeren. Ik ga het even ophangen. En dan zie ik jullie boven weer. We zijn boven. Ah, prachtig. Ik zal even mijn kop uit beeld halen. Ja, super mooi. Kijk, die staat aan het randje van de afgrond. Zelfs een zonnetje daar in de wet. En daar is het Chucky en mazzel. Zwaai even. Joe. Ja, we gaan weer naar beneden. En dan gaan we weer een stukje wandelen door de kloofjes. We zijn er bijna. Hoe is het in de kloof? Smal. Kapot. Het is mooi klauter hier in ieder geval. Maar het is gewoon klem tussen die muren. Maar, het is wel heel erg mooi volgens mij. Ik zeg het niet meer. Als je wil zien, moet je zelf maar gaan kijken.
Maar ik vind deze plekjes wel leuk. Weet je nog meer van zulke plekjes? Om een beetje te wandelen, te klauteren. Laat dat nou even weten. Dat vinden we heel leuk. Twee. Hoi. Hoe is het? Mijn achterblijvers. Ja, goed hoor. Oké. Nou, het laatste stukje. Gaan we even lekker chillen. Zo, ben je wild? Als een nieuwe deken was, hoor. Ja. Helaas. Hallo. Hallo. Het zit er weer op. Klein Zwitserland hebben we weer gezien. En nou ja, prachtig. Als je hier een beetje van wandelen houdt, je moet wel een beetje conditie hebben, want het is wel. Maar ja, daarvoor heet het ook Klein Zwitserland en niet klein. Weet ik veel. Wat? Kleine Perkpolder, of hoe noem je dat bij ons? Hoe heet het ook weer, die grote polder? Noordoostpolder, Klein Noordoostpolder of zo. Nee, het is echt Klein Zwitserland, je moet echt omhoog, omlaag en weet ik wat. Maar heel mooi, de camping. Hoe heet deze camping? Mark Bush. Op zich goed. Plekken zijn scheef, daar moet je even rekening mee houden. Dus, blokje nodig, maar wij staan op zich wel redelijk recht hoor. Dus het viel op zich wel mee voor ons. Ja, je loopt zo het bos in. Echt, nou ja, wat is het? Voor ons is het 30 meter, dan zijn we het bos in. Ja. Toiletgebouw, nieuw toiletgebouw, hartstikke mooi. Alleen, het was dat niet wat we ervan verwachten, zeg maar. Beetje weinig waterdruk en de mengkranen werkten niet echt allemaal denderend. En als ik hem heet zet, werd hij koud en was het eigenlijk net niet. Maar goed. Zonde, hè? Dat is jammer. Heel mooi toiletgebouw, ja. Maar het is het net niet. Nou, wij gaan richting... Nederland. Even wel. Eventjes. En dan gaan we richting Zweden. Zweden? Ja. Dat is wel een beetje een rare wending. De planning was een beetje januari richting Portugal of zo. Maar we gaan volgende week al gaan we richting Zweden. Volgende week, over een paar dagen. Ja, een dag of drie of zo. Ja. Maar goed, waarom dat is, dat, ja, daar kunnen we nog niet te veel over zeggen. Jullie mogen het natuurlijk wel raden. En, zet het in de commentaren. Laat het maar weten in de commentaren waarom jij denkt dat we het een keer heel raar gaan doen. Maar ze gaan het zien. Ze gaan het zien. Ik hoop dat jullie blijven kijken, abonneren en weet ik het allemaal. Vonden jullie deze weer mooi? Geef dan een duimpje. En wij gaan kilometertjes maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Mazzel. En niet missen, hè, die volgende, want die wordt heel bijzonder. Ja.